constabel Laik Engelbrug is dit niks vreemds om haweloses te helpen. Nie. As politielid wat al een dekade lang in die dienst is, beskou hy dit als deel van zijn werk. Maar een foto van hom wat die week sy middagete met Magdalene de Pree deel, het hom ietwat van een aanlyn sensatie gemaakt. Meer as 20.000 mense het op Facebook van die foto gehou en dit is meer as 6.000 keer gedeel. Engelbreg is onkant betrap deur die reaksie. In een mate van ons is dit misdaad voorkomen om te luisteren by of dit, of mense hulle plaas saans of nie. Kyk, hulle slaap op die straat. En gewoonlik, jy weet soos normaalweg hoe mense skop vir hulle slaan, so luister maar altyd wat okay is. En die betrokke dag het maar daar gesit en maar was maar net die enigste persoon waar ek daartoe gestap het stry. De Pree woon al die afgelope 15 jaar in die Kaap en het sowat 2 jaar gelede op straat beland nadat haar man dood is. Sy het net goeie goed oor Engelbreg te sê. Hy is regtig 'n goeie mens. En nou die ander nog vroeg, hy meneer die kos aangebring het. Toen ek het nie alleen geëet, ek nog al die vrij vroegtje gegeven waar hy by my slaap. Engelbreg geloof echter, dis allemaal sy plig om hul medemens te help. Die emphasis moet nie op my wees nie, dit moet op die mens op die straat wees. Kyk, ek en my collega constabel de Koker, dit is fortunate om een inkomste te het. Hierdie mens het geen inkomste nie, hulle het geen inkomen, hulle het nie een warme boord vanavond, hulle het nie een warme thuis nie. Ons het dit, hulle het nie. So, ek sal dan pleits, kom ons doen dit vir die mens en nie vir ons nie. De Pree vier binnenkort haar 60ste verjaarsdag en Engelbreg en sy collega's by die Kraaifontein politiekantoor hoop om haar dan te bederf. Percy Wuljang, Enies, Kaapstad.